rijdt sneller dan het licht. Met zijn 19e de jongste winnaar van een Grand Prix ooit. De jongste deelnemer ooit aan de Formule 1. Hij heeft een wagenpark en een horlogecollectie waar je u tegen zegt. Hij is inmiddels multimiljonair, woont in Monaco. Ik heb het natuurlijk over Max Verstappen. Dus toen Max mij uitnodigde om zijn nieuwe horloge te komen bewonderen in de Harbour Club in Amsterdam, twijfelde ik geen seconde. Ja, we zijn op tijd. Max en ik hebben heel veel gemeen. Oké, ik ben geen 19 meer, kom niet aan met een privéhelikopter en ik ben een angsthazer op het circuit. Maar we hadden al twee van mooie horloges. En vandaag gaat hij mij zijn nieuwste horloge laten zien en dan moet ik even spieken. Dat is de nieuwste TAG Heuer Formula One number 33 Max Verstappen Special Edition. Mond vol. There's also something on the back, I think. Number 33. Can you tell us something about the number 33? My favorite number is 3. But I cannot use it in Formula 1 because my teammate has number 3. But I always had something with, I don't know, the shape of 3. Since I was very young, I was always driving with a 3. But I guess it's double luck. So we wish you double luck as well. Very good. I need it. Yeah, I know. Hoe grote fan ben jij van Max? Ja, ik ben een redelijk grote fan, omdat Max die presteert toch dingen die en zijn leeftijdsgenoten en eigenlijk ook niemand in Nederland kan presteren. Wat ik het allermooiste vind van Max, en ik heb hem nu even meegemaakt, is dat het gewoon een hele normale jongen is. Dat hij dat hele circus om hem heen, dat ondergaat hij op een nuchtere, eigenlijk Hollandse manier. En zijn prestaties daarentegen, als hij op de baan is, ja, dan is het een beest van een racer. En dat contrast vind ik heel mooi. Ik geloof het bijna zelf niet, maar ik sta straks oog in oog met Max Verstappen. Maar eerst even wat moed indrinken. Max, als we het over horloges hebben, wat heb jij met horloges? Nou, ik vind het altijd wel fijn om ten eerste altijd eentje om te hebben. Ja. Dus als ik niks op mijn pols heb, dan mist er iets, zeg maar. Ja. En tijdens het racen draag je dan ook een horloge? Nee, het is gewoon puur voor gewicht. Anders had ik er geen probleem mee. Hoe ziet een racedag qua tijdsindeling voor jou eruit? Over het algemeen altijd wel redelijk hetzelfde. Dus je moet op zich nog steeds redelijk vroeg naar het circuit toe. Dan heb je natuurlijk wat mediaverplichtingen, meet and greet. Daarna ga je weer met het team aan de slag natuurlijk voor de laatste strategieën te bespreken voor de race. Daarna heb je ook die rijdersparade, dus dat je een rondje over het circuit gaat, al de fans begroeten. En daarna ga je terug je kamer in, ga je voorbereiden. En dan heb je nog een half uurtje voor de wedstrijd. Auto's gaan naar de grid natuurlijk, rij je daar naartoe. En dan begint het. Waar zie jij nog kans in om tijd te winnen tijdens je race? Ja, kijk, natuurlijk, de auto moet natuurlijk ook nog altijd beter, maar ook motorisch. Dus. En die twee kanten, daar kunnen we nog heel veel tijd winnen. Als iedereen dezelfde krachtbron zou hebben in de Formule 1, hè, dan komt het op kwaliteit aan. Hè? Als dingen gaan toch nooit gebeuren. Nee? Dus daar kan je wel over gaan praten, maar dat heeft gewoon heel weinig zin. Dankjewel. Nou, die kan ook weer van de bucketlist, een interview met Max Verstappen. Wel onder tijdsdruk.